Hallo mensen, goedemorgen. Het is vandaag 5:10 en we staan voor de winkel van Ad Ketels. Het is een bakker, een banketbakker en vandaag gaan we daar een dagje mee lopen. Dit is het begin van een nieuwe serie wat ik wil gaan starten. Dat heette Een dag in het leven van. En vandaag gaan we dan meelopen met de bakker en de bakker start blijkbaar hoerenvroeg. Dus we gaan kijken wat het wordt. Ik was een beetje aan het struggelen met wat ik nou eigenlijk wilde worden. Daarom ga ik met verschillende diensten meelopen en vandaag is de bakker aan de beurt. Laat nog even weten in de reacties welk ander werk jullie zouden willen zien. Ik ben heel erg benieuwd. Heel veel kijkplezier. De grote lijnen zijn wat we overdag doen, zeg maar. Dat is zeg maar de voorraden bijhouden en aanvullen. Ja. En wat we 's ochtends doen is zeg maar verse gebak maken voor de winkels. Aha. En de winkels hier alleen in de buurt van hier en mij? Nee, ja, we hebben 6 winkels. 7 winkels. En die moeten bevoorraad worden door middel van de producten die wij maken. Ja. We maken de meiden, die maken de lijsten. Mm-hmm. En dan krijgen wij een totaallijst. Waar zijn alle producten op staan die wij maken. En dan, naar aanleiding van deze lijst ga ik straks verdelen. Oh ja. Zie je? Mm-hmm. Dus slag en gebak, dat is dat bijvoorbeeld. Nou, ja. Dan pak ik een winkel. We hebben, dit zijn de winkels. Mm-hmm. Nou, dan gaat het rijtje af wat ze allemaal vragen. En dat gaan wij vandaag allemaal meegeven. En dan gaan we straks beginnen aan het dagwerk. Want we werken via fabriekjes, altijd via halffabrikaat. Dus we proberen zeg maar, producten te maken die we dan 's ochtends alleen met afvoer te maken. Oh ja. Dat is zeg maar het. Net als dit, zeg maar de onderkant van dit. Mm-hmm. Dit komt uit de vriezer. Oh ja. Dus dat maken we overdag. En dan zorgen we dat we daar hoeveelheden van hebben. En of we het 's ochtends alleen met te pakken en af te maken. Dat is zeg maar globaal de manier zoals we werken in de pakketbakkerij. Je kan het gewoon niet meer 's ochtends allemaal maken. Dat gaat gewoon niet. Hoe lang ben je ook bezig met één pakje? Nou ja, je ziet nu, je zet een hele rij uit. Ja. Ja, dus dit is zeg maar wat ik dan doe. De biebank, kijk, die maakt bijvoorbeeld bananensoes, het vruchtgebak. Daar wordt het bakwerk gedaan. Hè. Dus dat zijn de spullen die dan 's ochtends gebakken worden. Voor in het winkeltje en afgemaakt. En nu zitten we toevallig ja, met oud en nieuw. Dus er worden achter wat ananasbiers gebakken. Achter, dan moet je zo kijken, daar zit de poes aan het maken. Wat we veel doen is veel met slagham werken 's ochtends. Slagham is een dagproduct. Ja. Wat zeg maar 's ochtends gemaakt wordt en dan in principe 's avonds op moet zijn en ook wordt het weggedaan. Slagham kan je niet langer bewaren. Nee. Dan wordt het hard, dan wordt het gewoon niet lekker en dan droogt het uit. Ja. Dus vandaar, dit is ons versproduct. Ziet er lekker uit. Ja toch? Ja. Maar dat is heel anders verwacht ofzo. Van waar we werkplaats zijn. Ik had wel een beetje het idee van hey, een beetje van keuken en alles. Maar niet dat alles wel echt zo vrij grootschalig, maar ook weer kleinschalig werd gedaan. Mogen we voorin in de winkel even kijken? Ja hoor. Dat is wel helemaal vrij hier joh. Ja, had ik niet verwacht. Nee hè? Joh, mijn pepernoten. Pakken. Och, veel koek in alles jongen. Spekkoek. Ja, ik heb heel negen aan het filmen. Oh, oh. Even spieken. Oeh. Dat is een raar perspectief. Normaal komt er binnen, ja. Ik wil appeltaart. En nu sta je hier gewoon. Wat wil je hebben? Achter de toonbank. Ik moet nog een beetje mijn weg vinden hierin. Ja, snap ik. Wat vind jij van bakken? Bakken vind ik leuk. Ik vind bakken helemaal niks aan, ik weet het. Nee? Nee. Ik vind het echt leuk. Je wil je pinden? Ja. Hier zit dat hele lijstje. Die vestigingen. Hey, joh. Ja, je software update man. Zijn we modern met een iPad? Hey, joh. Niet verwacht. Bossenbol. Is ook lekker joh. Oh. Jongens, geheimpje. Geheimpje van de bakker. Gevuld speculaas, klein, 210 graden en 9 minuten. Onthoud dat. Een boot erin houden. Moet glijden echt ook. Eerst al klein. Zullen we misschien wel vragen wat eigenlijk het voordeel is van het voordeel zijn dat je wel lekker slapen bent. Dan kan ik nog laten beginnen. Ja. Ja, voordeel, nadelen. Maar ik doe het eigenlijk een paar maanden, pas 4 maanden, dus ik kan eigenlijk. Ik moet hiervoor een groot pakken, dus. Mm-hmm. Nog eerder. Nog eerder. Nou, bij mij gaat het 1-2 uur toch? Ja, dan heb je zeg maar, dan heb je wel de voordeel is dan dat je dan zeg maar thuis komt en je gaat 2-3 uur slapen. Dan is het nog wel de hele middag. Ja. Dan doe
Nederland met de universiteit. Dat is een dienst. Nou, normaal gesproken, officieel is het eigenlijk 12 uur, maar mee te gaan is 1 uur 2. Nou, het is, ik heb hier bijvoorbeeld broodbakken, maar dat is ook een heel leuk vak. En is het heel anders als broodbakker dan? Ja, die is heel anders. Die is veel meer. Gewoon is het meer hebben, ja, grove werk. Het is meer fijne werk. Precieze werk. Maakt u eigenlijk ook iets wat u eigenlijk helemaal niet lekker vindt? Of gaat alles er wel in? Alles wel. Ja, okay. Alles is natuurlijk lekker. Er is nou niet iets wat ik zeg van nou, dat hoef je niet. Nou ja, doet u dit eigenlijk al lang? Nou, ik werk hier nu een jaar. Ja. En ik heb hier voorbij ook een ijsfabriek. Ja. Daar heb ik 22 jaar gewerkt. Okay. En hiervoor heb ik wel in de bakkerij gewerkt. Dus ja. Ja, ik wil eigenlijk weer terug. En wat maakt het eigenlijk nou zo leuk, een bakkerij? Gewoon creatief kunnen zijn. Leuke dingen kunnen maken. Ja, je moet er wel voor over hebben om... 5 uur, morgen, 4 uur, 4 uur. Ja, maar ik ben niet anders bezig. Dus, ik heb er ook geen problemen mee, laat ik het zo zeggen. Na mijn werk geef ik ook nog jeugdles, boksen, kickboksen. Ah, ja. Dus dat doe ik er ook nog bij. Dus ja, ik kan het mooi combineren. Zo. En dat maakt het ook leuk. Ja. Je hebt toch een beetje afleiding. En je toch, weet ik wel, ja, toch nog gewoon afreageren. Mm-hmm. Dus ja, dat maakt het dan wel leuk. Ja, want zit er eigenlijk heel veel tijdsdruk achter het vak? Nou ja, alles is natuurlijk gebaseerd op tijd, hè. Het is een kwestie van plannen. Ja. Als je verkeerd plant, ja, dan kan het ook zo zijn dat je pas een uur later klaar bent. Ja. Dus ja, eigenlijk vind ik dat je eigenlijk nooit tijd hebt. En je kan uitzeggen van, ik ga om 2 uur naar huis toe. Mm-hmm. Ja. Je weet niet hoe de dag loopt. Ja. Als je over een stuk gaat, of, ja, dan heb je een probleem. Ah. Maar dat moet je dan wel oplossen. Kijk, en dan moet je het opschakelen. Het ruikt wel lekker. Ja, ik ruik het al niet meer. Dus mijn dochter zegt dat het pap, het stinkt. Stinkt? Ja. Ben je aan het vet, denk ik, hè? Nou ja, dat is dan nu. Ja. Maar je ruikt normaal gesproken ruikt heel zoet. Maar staat u hier eigenlijk altijd? Staat iedereen op zijn eigen plekje? Nee. Varieert van de... Ja, varieert. En 's morgens, zoals nu, ben ik wel degene die eigenlijk... Ergens zaten op hier staan. Ja. Je kunt eigenlijk maar 3 plekken hebben op de bank. Mm-hmm. Per bank. En ja, hier staat lekker rustig op de bank. Wordt er trouwens nog personeel gezocht, zeg maar? Want ik denk niet dat iedereen staat te pogen om zo vroeg op te gaan. Hier niet. De broodbakkerij weer wel. Ja. Daar hebben we wel mensen nodig. Ja. Hoe laat gaat u echt meestal slapen? Laat. Laat? Ja. Ik ga meestal tussen 10:30 en 11:30 lig ik in bed. Ik slaap maar zo rond de 4:30. Ja, je moet er maar tegen. Nou. Ja, ik denk niet dat ik dat vol zou houden. Ik word al moe van 7 uur slapen. Ja, respect toch? Ja, zeker. Ja, nou ja, precies, weet je. Zeker met de huidige concurrentie van de supermarkten, die het gewoon steeds beter gaan doen. Ja. Is dat voor ons best wel een lastig probleem. Maar Albert Heijn doet zijn eigen bakkerij, hè. En wat je bij Albert Heijn natuurlijk heel veel ziet, is dat ze met halffabrikaten werken. Dus zeg maar brood wat wel gaar wordt gebakken, maar niet af wordt gebakken. Ja. En dat afbakken doen ze in de winkel. En dat geeft dan weer dat stukje... Een stukje beleving. Ja. En wat heel veel gebeurt bij ons ook is dat producten ongerezen, dus als deeg nog als vies heen gaan. Ja. Dus croissants bijvoorbeeld, wij hebben hier ook croissants, die zijn volgerezen. Dus die hoeven wij alleen maar te ontdooien, zeg maar, en dan kunnen we ze bakken. En dat zijn technieken zeg maar, die eigenlijk alleen maar in de... Zoals winkelbedrijf voorkomen. Ja. Zeg maar in de fabrieken. Wij hebben bijvoorbeeld om zo'n product zeg maar heel snel. Kijk, je kan het product gaat rijzen. Mm-hmm. En op dat moment is een product heel kwetsbaar. Ja. Als ik hier een bolletje ben gerijzen en ik leg een klap op, dan zakt die zo elkaar. Ja. Op het moment moet dat bevroren worden. Nou, dat gaat gewoon shockvriezers van min 40, min 50.
Want het krijgt zo'n boost dat het in één keer dus het niet eens de kans krijgt om in te zakken. Ja. Nou, die techniek hebben wij al niet in onze kleine bedrijven. Ja. En wij hebben verliezers van min 20 en af en toe komt die aan min 15, min 20. Ja. Dus dat hebben wij al niet. Maar dat wordt dus ingekocht. En met dat product wordt het, met dat soort producten wordt het voor ons, zeg maar, als kleine man wordt het ook steeds moeilijker. Wat is hier een aanrader? Nou ja, wij staan bijvoorbeeld bekend om onze bosse bollen. Dat is een molkop, een soes met chocola. En daar zit dan alleen geen rosette op, dus dat is helemaal chocola. Dat ligt gewoon in de winkel. Nou ja, daar doen wij best wel wat aardig in. Onze elfranen brood is een product wat ook best wel bij de mensen bekend is. We hebben een lekker bossenbol gekregen. En eigenlijk was dit het einde alweer. Einde van het avontuurtje. Het is nu ongeveer 6 uur. We hebben hier een uurtje zijn we hier geweest. We hebben alles gekeken hoe wat en heel interessant. En dan echt om tot een conclusie te komen. Net hadden we meneer buiten de camera gesproken. En die zei eigenlijk van ja, het komt er eigenlijk heel positief over. Maar je moet het, sommige mensen hebben wel nog genoeg slaap nodig. Dus het gaat een beetje van het sociaal leven af. Want die mensen kunnen niet nog om 11 uur zomers in de tuin zitten. En daar heb ik ook wel heel veel respect voor gekregen eigenlijk. En gewoon heel veel respect voor alle mensen die dan nog hun best doen. En ja, zoals meneer zei, van, het is heel lastig om met de grote jongens mee te gaan zoals Albert Heijn. Want alles gaat simpel en makkelijk en grootschalig. Waardoor het ambachtelijke werk, zoals deze bossenbol, wordt eigenlijk een beetje, dat verdwijnt een beetje. En dat is wel jammer om te zien, maar om zo'n perspectief hier te krijgen is wel, lachen. Hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Dit was de eerste aflevering. Laat weten wat je ervan vindt, dan gaan we het vaker doen. Klik hier voor een nieuw videootje. Klik hier omhoog om te abonneren. Doe nog een duimpje omhoog. En laat, als ik zeg, is mazzel. Boom.